Goedenavond, dames en heren. Welkom bij ons in het theater bij de opera Carmen van Bizet. Mijn naam is Geert Lageveen. Ik ben de regisseur. Dat doe ik niet alleen. Ik doe dat samen met Leopold Witte. Die is op dit moment even iets anders aan het doen. Welkom. U kent natuurlijk allemaal het verhaal van Carmen. Bizet schreef het ergens halverwege de 19e eeuw. Het verhaal van Don José, een jongen uit de provincie, een agent, een soldaat, die verliefd wordt op een meisje dat werkt in de sigarenfabriek, Carmen. Die krankzinnig verliefd op haar wordt nadat hij een roos tegen zich aan heeft gegooid gekregen van haar. En vervolgens in zijn liefde en in zijn wurgende jaloezie, waar hij zich totaal niet los meer van kan maken, uiteindelijk een weg vindt naar het noodlottige einde. En dat is in deze opera de dood van Carmen, het object van zijn liefde. Dit verhaal speelt nogmaals zo ergens rond 1850 in Sevilla. Het stierenvechten is belangrijk, dat weet u. Het zigeunerinnetje Carmen, die in de sigarettenfabriek werkt. Bij ons is dat een klein beetje anders. Wij, dus Leopold Witte en ik, zaten samen te fantaseren over hoe kunnen we dit verhaal voor onszelf herkenbaar maken, dichterbij brengen, de folklore ervan afhalen. En toen kwamen er eigenlijk twee woorden bij ons naar boven die voortdurend voorkomen in de opera. Dat zijn liefde en vrijheid. L'amour en liberté. Want het is natuurlijk in het Frans allemaal, ook al speelt het zich af in Sevilla. Bizet was een Fransman, zoals u weet. En die twee kernwoorden, liefde en vrijheid, daar zijn we mee gaan. Ja, over nagaan denken, wat betekent dat nou eigenlijk en hoe kunnen we dat... Ja, waar kunnen we dat? Kennen we nog andere periodes waarin dat zo belangrijk gevonden wordt, die wat dichter bij ons liggen? En toen kwamen we uit bij de jaren 60. De flower power, de hippies, die als grootste ideaal hadden zich te bevrijden van alle wurgende wetten uit de tijd daarvoor, de naoorlogse jaren, de jaren 50. En de hippies die wilden eigenlijk grenzeloze vrijheid. Vrijheid, liberté, gecombineerd met de liefde als het grootste leidende, het leidende perspectief wat je maar kan hebben. Dus je moet geleid worden door eigenlijk alleen maar door jezelf en door de liefde. Zoals Carmen zingt, die liefde is als een vogel die je niet kan vangen en verschijnt altijd weer ergens anders dan je haar verwacht en doet dingen met je waar je totaal geen vat op hebt. Nou, en voor ons werd dat toen eigenlijk dat hele verhaal van die zigeuners die bij Bizet staan voor die vrijheid en die liefdesidealen. Dat ging eigenlijk naadloos over in de idealen van de hippies. Toen kwamen nog een aantal andere elementen bij, zoals flower power. Werd echt belangrijk gevonden. De kracht van bloemen. Nou, zoals ik al zei, Carmen smijt een bloem naar Don José en hij wordt verliefd op haar. Die bloem heeft een magische kracht. Er wordt ook veel magische kracht aan het roken van sigaretten toegeschreven. In de eerste acte bezingen de jonge man op het plein samen met de soldaten, de sigarettenmeisjes. En zeggen, kijk nou toch eens hoe die rook hun naar het hoofd stijgt. Dus daar was vrij makkelijk de stap gemaakt naar het blowen en het gebruiken van verdovende middelen, wat in de jaren 60 ook als een groot goed beschouwd werd. En toen begon eigenlijk onze Carmen een heel eigen leven te leiden. En nou, dat is de versie die u vanavond gaat zien. En nogmaals, dit gaat om de setting. En die setting die hebben wij herkenbaarder gemaakt, dichterbij gebracht om het oude verhaal eigenlijk weer nieuw leven in te blazen. In het theater is dat vrij gewoon. Als je Hamlet speelt, dan kan dat op allerlei mogelijke manieren gebracht worden en vaak ook gemoderniseerd. Met opera is dat wellicht wat minder vaak, komt dat voor. In dit geval wel. En het is eigenlijk alleen maar bedoeld om het verhaal dichterbij te brengen. En het verhaal dat is het verhaal van de jongen uit de provincie, Don José. Agent bij ons die een vriendinnetje heeft, Micaela, en van het ene op het andere moment stapel verliefd wordt op een vrouw, een meisje uit de sigarettenfabriek, Carmen. En hij kan daar niet meer los van komen, alleen door iets afschuwelijks te doen, een misdaad te plegen. En dat
ziet u aan het einde van deze opera. Ja, ik hoop dat u veel plezier heeft. Wij zijn er zelf erg blij mee. Fantastische zangers, een goed koor en een heel mooi orkest. En ik wens u allemaal heel veel plezier.